Besheren en Rep. Suha Siraj achter de laptops. Vandaag gaan we een demonstratie geven over ITSEC, opdracht die we kregen van ons docent ingenieur Stappos. En ik ga de volgende stap. Als introductie, dat heb ik al gedaan. We gaan even een korte inleiding geven over ons netwerk. We gaan het hebben over onze VPN-server, onze Microsoft Exchange Server 2013. En dan zullen we overgaan naar onze demo. Zoals u ziet, is dit ons design. We hebben onze domein gbl.sr. We hebben 4 servers. We hebben een DC1, waarbij we die certificaat geïnstalleerd hebben. Een DC2 waarop de Exchange Server ook geïnstalleerd is. En dan hebben we een VPN server, een NAT server en dan hebben we 3 clients die draaien op Windows 8.1. Een VPN server dat hoort zich dan Virtual Private Network Security. We kunnen, er zijn 4 protocollen, de point-to-point tunneling protocol, de layer 2 tunneling protocol, de internet key exchange version 3 protocol en de secure socket tunneling protocol. Van dit alles is de eerste, minst beveiligd. Daarna heb je dan de tweede die L2TP connection. Daar hebben we de computer certificate geïnstalleerd. Bij de internet key exchange version 2 hebben we ook gewerkt met computer certificate. En de meest beveiligde is die SSTP connection. En daarmee hebben we gewerkt met de IPsec certificate. Gaan we nu even verder. We hebben ook gewerkt met exchange server. Zoals we zien gaan we het hebben over de SSL connection, email encryption en digital sign mail. Het verschil is dat bij die SSL HTTP connection dat we web access hebben en de email encryption en de digital sign mail gaan we die voor u demonstreren via onze oven. En dan hebben we dan de file security, encrypted file security. Nu zullen we overgaan naar de demo. Kan ik Suha vragen om een PPTP connection te maken op onze client. Hier hebben we onze PPTP connectie. We gaan nu een verbinding maken. Zoals u ziet zijn we connected. De LTTP connectie ook. De SSTP connectie ook. En de PPV2, daar hebben we een probleempje, daar hebben we error. Dus die connectie is ons jammer genoeg niet gelukt. Doe ons even. Dus welke connecties zijn er? U hebt die SSTP, die LTTP en die PPTP. Oké. Okay. Als je alles disconnect en je probeert die IP2, heb je dat gedaan? Dat hebben we ook al gedaan. Oké. Dus dat waren dan de verschillende connecties van de VPN server. Wij gaan nu dan over op ons Exchange server. Wij gaan dan nu een SSL-connectie maken. Siraj logged in op een client. Me.
mail, webmail funnel webmail funnel server. Yeah. Here's your HTTPS and so I just need name of them. Is it still HTTPS? Yeah. It's still HTTPS. Yeah. It's got a little bit of a little bit. Okay. Good. Okay. Next. And for an auto hand demonstrator, is it digital sign and emails? That would have a Microsoft Auto cover. Anybody can lock up when the Windows app machine. I can ask a couple of can lock up. Think lock pass share and thing. Here was Odo. Web or mail is understood. And that the same other than the digital scientist, how that you have and who that encrypted this can hear and see. Yeah. If I'm mail investor, welcome auto question and welcome mail server. Auto 2013 and the exchange server 2013. Text view and secure mail. Yeah. With the digital sign, that even ways the settings, options. So you have the trust center, trust center settings, email security, and that's the settings. So the set of yeah. And it's still going to be this. Email. And I have. Hier aan komen om zo te zien. Center is even snel. Nou. Ja. Oké, okay, sir. En hij is getekend door. Ja. Oh, hij is getekend. Oké, okay, dus nu heb je. Is hij ook in clip? Ja, dat zit hier in de top. Oké, dus hij is digital sign en hij is encrypt. Oké, dat kunnen we. Hebben we daarmee nog file security? We hebben file security. Oké. We hebben de code file op de hard disk en we hebben secure. Dit is de file die encrypted is. Ja. Dit is door Sharon te encrypt. En hier kan je zien in details. Ja, hallo. Dit is middels een certificate to encrypt. Ja. Dit is middels certificate, the certificate card, that means to encrypt. Ja. En de recovery certificate is bestemd voor de administrator. Mag ik proberen het te openen en laten we zien? Ik heb dat mooi vertellen, maar ja. We moeten wel een probleem hebben toch? Het harde bewijs moeten we hebben. Ja. Dat kan je. Je mag een beetje licht zijn, dat is weer wel.
demonstreren dat je ook een red hebt.